hoogste punt van het parcours, de beklimming. Voor de eerste elke keer een punt voor dat bergklassement, voor de bergprijs. Hey. 20 seconden hier voorbij komen, dan achterstand van Maud Arams en voor Wendy Tullemans. Op een motor, Wendy. Volhouden, hè? De situatie bij de junioren verandert nog 16 rondes te gaan. Gaan de mannen hier voorbij zien komen. Die probeert weg te rijden. Die eerste groep in de persoon van Zoe van Velzen. Dan met Wallensveen. Moet je veilig op de voorging. Top opzeer van Lieke Beck samen met Chris Hammer. Zijn Kledder niet voorbij komen. Meisjes, de groep hier aangevoerd door Elise van Ziegem. Dat is hartstikke lief. Welkom hier van Maud Adams en van Wenke Tullemans. Jonge vrouwen de doorkomst hier, voor nummers 24 en 32 in dat trail samen met Julia Lindhout. Hier ook met Tessa Klein. En dan gaan we hier het applaus krijgen voor de winnares van de wedstrijd in de kleuren van de NBVT. Noorder in de Groningen, Hanna Jansen uit Oldenhoven, winnen bij de Nieuwelingenmeisjes. Ze is ook winnaar geworden van de bergprijs, dus dubbel succes voor Hanna Jansen. Goed. Super. Gaan we de tweede plaats voor Judith Allerlein uit Amstelraden, de regionale favoriete. Mooie tweede plaats voor Judith, die al een hele week toe de junior van Achterveld op heeft zitten. Gefeliciteerd, meid. Prachtig. Boy. Zou Anna-Maria Borger hier op de vierde plaats terechtkomen? Vierde plaats voor Anna-Maria Borger. En Roende Rukstand. Derde plaats, proficiat. Schitterend. We gaan de doorkomst krijgen hier van het tweetal. Nog twee rondes te doen bij de junioren vrouwen. Zoe van Velzen, Maartje Redder. Die had best. Klimmersbergen heeft laten zien hier. Dus de winnaar is Hanna Jansen, de tweede plaats voor Judith Allen. Dit groepje gaat de laatste ronde in, ook voor jullie nog één ronde te doen. Het is een loodzware beproeving vandaag hier in de Pijl van Heerlerheide. De winnares van vandaag hier op de meet wordt het beslist. Met Maartje Redder die het haalde voor Zoe van Velzen. Voor dat je bent geen kwantum meer. Meisje Poland van de Vereniging Noord-Holland, derde plaats. Maar ja, helaas. Ja. Ja, ik vind het ook beter. Ja, misschien wel. Zo, dat is succes today. Jullie dank je afhaal aan Fina van Houten. Ja, kom op! Kom maar uit! Wat fout! Hij zit ook in leven. Pak is met Jan Joos. De drie ouders van de laatste ronde. Dat is voor de stunten voor de werkplaats. Hier doet hij allemaal op z'n Bas van Heeswijk, 1 minuut 10 met Joris Peursen. En de laatste ronde, dat is 1 minuut en 15 seconden. De one lap of cycling to go. Thomas Jonker. Voor nummer 10 voor Rijn de Haan. De nieuwelingen in de hooggeporteerde Pijl van Heerlerheide. Die gaat er in de hoogte. Kom hier, Sven Joosten. Sven Joosten gaat sprinten. Hij gaat sprinten naar
Dan gaan we kijken naar de Delta Mannen van Tijs. Dat is voor gesloten. Ik heb hier een vijfde plaats als ik toehalen. Sta ik binnenkom vanaf de zesde plaats. De zesde plaats, maar de strijders aan het voorbij komen. De voor in de meest trippend zijn, is dat het Thijs Dalek. Zeker vandaag voor Stan Jansen uit Nijl van de Bergklimmers. De tweede plaats voor Thijs Verheyen was er in de laatste ronde bij de goal opgekomen. En de derde plaats, Jules. En dat Rossi heeft uitgelegd dat de derde plaats van de drie staat, dan moet ik denken, dat denk ik zelf niet. Derde plaats. Twee gaan, en dat is Thijs Verheyen. Ik sta het dichtste bij hem. Ik zou misschien niet uitleggen dat de winnaar bovenop gaat bij de 1. Nee, dat kan niet uitleggen. Nee, want ik heb de winnaar. Dus we gaan een geweldig applaus laten horen met de bloemen uiteraard voor de winnaar van vandaag. Voor Sven Joosten uit Nijland, de man van de bergklimmers. Sven die krijgt uiteraard ook de prachtige pijl van Heer Heidendraai. De spel van Heer Heidentraai uitkrijgen door Max Pol namens de organisatie. Om even blijven staan voor een totaal poker, kun je nog even gaan spreken over de wedstrijd. En een geweldig kostbaar kleinoot, de spel van Heer Heide. Een prachtige tricot. Nogmaals uw applaus voor de eerste drie, voor Sven Joosten, voor Thijs Vrijen en voor Gilles Romers. Dan loop ik even naar jullie toe, dan ga ik eerst eens even praten met Sven Joosten. Het is heel leuk dat Sven hier op het podium staat, dat je een stapje naar voren doet. Als Thijs en natuurlijk even heel lastig. Mooie zeker vandaag hier in de pijl van Heerlijkheid, met een hooggeporteerde koers was dat heet. Dat is natuurlijk alles aan gedaan, maar meteen met goede ontstappen zitten, Sven. Ja, zeker. Ik zag dat het even weg was. En We krijgen zo dadelijk op de meter drie premies te vergeven. De lopers die vandaan komen. Op de achtervolgers hier op de aanvoering van Tobias Kool. Ik heb het gewoon nog
geplaatst. Op de top in de wedstrijd gewonnen van Lotus aan Honke. Pakt hier een prachtige zege in eigen regio. Voor de tweede plaats in de wedstrijd van Honke. Van de jonge Hendrik en papa nog een fietsenboerder is ook met podiumplaatsen. Hier haalt hij een hele mooie tweede plaats uit voor Roland Boog. En op de allerhoogste treden van het erepodium in zijn eerste officiële seizoen pakt hij ook de eerste zege voor eigen publiek hier in Limburg. Een geweldig applaus voor de mannen Kronsveld voor Sam Honke. Dat is de tweede ronde van de provincie van het Rondstoer Eikenhout vandaag hier op de hoogste treden van het podium. Nu bij de junioren beginnen de derde plaats voor Tommy Jasko. Dan gaat de prachtige bloemenrijkers aan Tobias uitreiken. En dan gaan we naar de tweede man in de wedstrijd, naar Roland van Hoog. Heel op de hoogste treden van het erepodium heeft hij plaatsgenomen. We gaan een overdovend applaus geven. Hier is hij, Sam Honke. En voor Sam een heel kostbaar kleine hoofd. En dat is de speciale trui van de pijl van Heerlijkheide. Mogelijk gemaakt door die bijzondere medewerking van Bioracer. En Max Paul die aan de basisslag van de organisatie de terugkeer van deze pijl van Heerlijkheide. Tiental jaar geleden gaat nu die prachtige trui uitreiken aan de winnaar van vandaag, aan Sam Honke. Kiko zit hem als gegoten. De prijzen bij de bokaal ook felicitaties van Max. Gaan we nu een geweldig applaus laten horen voor Sam Honke, voor Roland van Oort en voor Tobias Kool, nummer 1, 2 en 3 vandaag. Dat zal hij ook overigens de perksprijs op zijn naam in te schrijven. Het heeft ons de gelegenheid om even met de nummers 1, 2 en 3 terug te kijken op de wedstrijd van vandaag. Als jullie even een stapje naar voren willen doen, dan ga ik even met jullie terugkijken. Terugpraten moet ik zeggen. Even handen toe. Sam, dan ga ik even met jou praten over de koers van vandaag hier. Het moet een bijzondere ervaring zijn, de allereerste koers in de stad. Ja, absoluut. Dat is niet verwacht. Ik kom net terug van de kans en terug in de ring. Dus het is wel redelijk enigszins vermoeid, maar heel blij mee. Iemand die elke week op het podium staat, Sam? Nee, absoluut. Dit is mijn allereerste. De prijs is dit jaar pas wedstrijd, dus wel heel blij mee. Doe een andere sport ook? Is een andere sport op? Nou, alleen voetbal. Voor de rest allemaal elkaar tegenvallen met doelmannen. En ja, gaat lekker. De vakantie heeft eigenlijk ook getraind in dit soort dagen. Hallo, 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 sorry. Ja, welkom. Goed, kijk eens. Mooi trainingsgebied vandaag hier een hele mooie eerste plaats in uitgesleept. En de coming man, zeg maar, aan het Limburgse wielertoernooi. En die wens je heel veel succes voor de komende wedstrijden. Bij jou staat de volgende wedstrijd op het programma wanneer? Volgende week, enkel maar een nou, dat is heel veel succes. Als we even naar voren komen,
Want we gaan ook met de Ronnie even terugkijken op de koers van vandaag. Lange tijd geweest, zag alleen op kop. En toen vond je toch tijd om in de achtervolging te gaan. De tegenaanval. Jazeker. Ik ben niet echt gereden, dus ik had gereden van achteraan. Vond vandaag ook een ideaal parcours voor jou? Jazeker. Ook veel de Belgen getraind. Dus Tim, de hoofdmeet, staat met Tim. Die voorbereiding geweest, jouw verdere doelen voor dit seizoen? En nog meer uitslagen rijden, hopelijk. Je hebt al je plaatsen bij de kletters. Wij zullen bij veel succes. Nogmaals, voor Ron, gaan we nummer 3, Tobias Kool. Eerst was de hoofdvogel gevlogen in de persoon van Sam. Toen ging Ron naartoe. En toen kreeg het peloton eigenlijk heel lang bij elkaar. Ja, ik probeerde het wel, maar jammer gedaan. Heb ik iemand die regelmatig het koersrijd, zeg maar, nog gepraat om midden of hoger weg? Ja, ja. Ik zou wel. Ik denk wel, gaan we steeds beter. Ja, veel succes met ons in de komende. En applaus ook voor Tobias, we hebben er nog 1, 2 en 3 aan u voorgesteld. Op een beetje hun wielerverhaal tot nu toe gehoord. Dus leuk. Bewust die voor mij zien komen van de kannibaal. Ik heb een paar boekjes. Plaats. Zij is woonachtig in Tilburg, komt uit Zomeren, eigenlijk dat niet genoeg benadrukken. Teun Nagel! Op allerhoogste tijden van het podium mag je plaats gaan nemen. Vandaag de onbetwiste topper uit Apeldoorn. Hier is hij, Frits Biesterbos. En onze charmante roepenissen.
En die gaat uiteraard beginnen met de nummer 3, met het grondige van Bram Raad. De trotse organisator Max Pol, die zal eigenlijk ook het tricot mag uitreiken. We gaan naar de tweede plaats voor Teun Nagel. Zegt die gaat de bloemen uitreiken aan Teun. En voor de winnaar, voor Frits Wiesterbos, niet alleen de bloemen, de bokaal, zo dadelijk, maar ook het shirt van de pijl van Heerlijkheide. De coureur van Tellen net op de hoogste treden. Kijk, deze foto natuurlijk voor het nageslacht vastgelegd. Daar hoort zo dadelijk nog een ander tricot bij voor de winnaar, voor Frits Wiesterbos. Blauwend hier, en niet alleen met de bloemen, de beker, maar ook met de prachtige tricot van de pijl van Heerlijkheide. Een beetje dezelfde kleuren ook als zijn verder net tricot. De felicitatie, applaus voor de eerste drie hier met Frits Wiesterbos, met Teun Nagel en Bram Braat hebben drie sterke kleppers hier op het podium staan. Dan ga je de met jullie terugkijken op de wedstrijd, of terug praten moet ik eigenlijk zeggen. Als jullie even blijven staan, als je even naar beneden komt, dan makkelijker met jullie praten. Frits hier even naar voren komt. Het was vandaag een prachtige koers voor jou op, met een hele mooie solo die je beloofd hebt. Als je een stapje naar voren doet, is het voor mij wat makkelijker. Ik ken Frits vooral als mountainbiker. Ja, klopt, dat vond ik ook vandaag. Ook mijn passie, maar dit is ook erg leuk. Bij de amateurs met een rustige keuze overgestaan naar deze categorie. Nee, niet echt. Een mooie wedstrijd in nog even draaien. Moet je op deze manier winnen met zo'n hele mooie voorsprong. Ja, ja, dat ging niet vanzelf, maar wel prachtig. Ja. Ik kwam veel dichterbij, tot 20 seconden, maar uiteindelijk liep je toch uit met een hele mooie voorsprong. Het is ook een parcours wat je al wel eens denkt als mountainbiker, waar het omhoog gaat. Een mooi kort clipje met een snelle afdaling, dus inderdaad precies voor mij waar je terecht legt. Dan ga ik naar nummer 2. Ik zei het al, natuurlijk bijzonder druk om hier iemand in de Zummerse Heijen bij me aan de micro te hebben. Terwijl je nog niet zo heel lang op de racefiets zit, maar vandaag hier een hele mooie tweede plaats uitsleept. En ik zag de vermoeienis in Teun. Ja, dat is hartstikke goed. Op de nacht een hele tijd maar door, wedstrijd. Ligt je al dit klimmen? Ja, het is wel. Pas later op de wedstrijd komt er mee. Het is een diesel. Ja, ik denk bij gisteren bij Hens van de Schouwen hier op was, waar je eerst niet hebt gekocht. Je hebt een hele mooie progressie gemaakt dit seizoen, Teun. Ja, dat klopt. Veel training in de winter. En dan mooie stappen gemaakt, naar tempo gegaan. En daar leuk in de koersen. Mooi team rondom je heen. Een mooie derde plaats voor Bram Braat. Want jij eigenlijk attent was in de achtervolging op een gegeven moment, de achtervolging inzetten. Ja, ik ben kort voor wat minder. Ja, dan ga je toch proberen weer er naartoe te gaan. Maar ja, dat was maar één keer. Jouw eerste podiumplaats is het doen, man? In een amateurkoers wel, maar ja, als studentenkoers. Geef ze nogmaals een geweldig applaus. Frits Wiesterbos met Teun Nagel en Bram Braat waren vandaag die smaak maken in de finale. En ook van deze koers. Kijk eens hier, Maxi mag de eer en genoegens maken om de dames te huldigen. Dat is wel een willekeurige volgorde, denk ik. Hè? De Max, goed, ja. Freddy krijgt de kussen en de bloemen. Michel en Steffi, is. Waar voor leuk lachen? Een vrijdag middag, want het wordt allemaal op de gevoelige plaats vastgelegd op de foto. Geef ze geweldig applaus voor de ronde missie, Michel en Steffi en Nally. Die het voortreffelijk hebben gedaan vandaag in de huldiging. Komen samen op het podium hier. Geplaatst door Max Pol, die aan de basis lag van het terugkeren van deze wielerronde, de pijl van Heerlijkheide. Kan terugzien op een prachtige wielerdag. En we kijken.